Wat gezondheid betreft maak ik een onderscheid tussen korte termijn klachten en lange termijn. Lange termijn denk ik aan kanker, Alzheimer. Wat kan optreden. En korte termijn is in de slide tussen aanhalingstekens. Ik ken niemand die vanaf de geboorte echt elektrogevoelig was en dan klachten krijgt. Vaak mensen die op korte termijn klachten krijgen, na een aantal dagen in sterke velden verkeerd te hebben, hebben een hele lange voorgeschiedenis. En het lijkt een beetje, dat is een praktijkervaring, op sommige allergieën, mosselallergie of andere, dat je heel lang eet het. En op een gegeven moment heb je je portie gehad, is je lichaam er gevoelig voor geworden. En dan kan je de klos zijn. En dat is met korte termijn, er gaat dus iets aan vooraf. Nou, ik vergeet dat. Maar ik ga even een stapje terug doen. Eigenlijk, bij voorbaat, zou het niet verwonderlijk voor u moeten zijn omdat mensen en dieren en in mindere mate planten elektrogevoelig zijn. Wij zijn namelijk bio-elektrische, biochemische wezens. En om dat te illustreren, kan je denken aan een elektroencefalogram. Als je allemaal elektrodes op je hoofd zet, meet je allemaal spannetjes. Als je die spannetjes niet meet, dan ben je hersendood. Verder is het zo, je kan een ectocardiogram meten, dan meet je dus de hartspanningen. En dat zijn een aantal spanningen die steeds er komen. Als die er niet zijn, ga je ook dood. Verder door onze zenuwen lopen steeds stroompjes. Onze cellen, staat een spanning over de celmembranen. Kortom, we worden helemaal elektrisch bestuurd. En chemie kan je, biochemie kan je ook zien als een onderdeel van elektromagnetische wisselwerkingen. We zijn namelijk op aarde maar vierde. Eigenlijk elementaire wisselwerkingen, de zwakke en de sterke kernkracht, en daar hebben we in het dagelijks leven niets mee te maken, elektromagnetische krachten en de zwaartekracht. En met de elektromagnetische krachten, die zijn verantwoordelijk voor eigenlijk voor onze hele besturing. Dus we zouden niet verbaasd moeten zijn als ook elektromagnetische krachten van buitenkomend, velden, iets doen. En nu ga ik weer een stapje verder. 1971... is de Navy, dat is de marine, de US Naval Medical Research Institute, heeft een rapport uitgebracht. Daaraan wordt meteen op een van de eerste bladzijden gerefereerd dat er op dat moment al 2000 publicaties waren over biologische effecten van niet-ioniserende radiofrequente straling. En bij die effecten ook, en dit heb ik letterlijk overgenomen, waren hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid, veranderingen van het elektroencefalogram en het hartritme, impotentie en geheugenverlies. En toen is er een theorema van Swan. Swan was een Duitse geleerde die na de oorlog naar Amerika is gegaan en die heeft gesteld, naast opwarming van het lichaam zijn geen andere effecten als gevolg van hoogfrequente bestraling mogelijk, omdat dit in strijd is met de natuurkundige wetten. Nou, en als je dat zo zegt, het is een geleerde, een dokter, ja, dan accepteert de goede gemeente het. Er worden niet te veel vragen gesteld. Bovendien spreek ik kwade tongen aan dat dit nog het grote voordeel heeft, had, dat je dan geen geld hoeft te betalen aan slachtoffers van de straling. Want ze zijn dan wel slachtoffers, maar niet van de straling, als je begrijpt. Dus hier krijg je op dit moment het onderscheid tussen thermische effecten, dus dat je lichaam opwarmt met 1 graad Celsius bijvoorbeeld, ja, dat zou op de lange duur schade kunnen geven, en niet thermische. En dat zijn dan niet thermische biologische effecten. Nou, we hebben de luchtmacht nog niet gehad. En dat is een aantal jaren later, in een review. En die, er staat letterlijk in, it is known that electromagnetic radiation has a biological effect on human tissue. Gewoon, klaar. Maar dan dat onderzoekers in de Sovjet-Unie en Oost-Europa erg de nadruk hebben gelegd op niet-thermische effecten door blootstelling van radiofrequency microwave straling. En ze stellen dat die elektromagnetische wisselwerkingen met de bio-elektrische en biochemische functies van het lichaam een veel ernstiger gezondheidsrisico vormen dan de effecten van thermische verwarming. Waar het op neerkomt, is dat in Nederland, USA, Canada, westerse landen, Duitsland, er voor UMTS een maximale stralingsbelasting toelaatbaar is van 10.000 milliwatt per vierkante meter. India, Vlaanderen 1000.
En dan zie je het verschil met Rusland, China, Bulgarije, Italië, ook Israël, is de factor 100 minder. Dus aanzienlijk minder. Nieuw-Zeeland nog minder. Wenen is het 10, Salzburg is het heel laag. Oostenrijk zijn ze heel erg bewust in sommige delen, Salzburg en Wenen. En er staat nog wat onder, en nou, dat laten we dan maar zitten. Maar het belangrijkste verschil is dus het verschil tussen het Westen en de Oostbloklanden. En dan een grapje ertussendoor. Het komt uit de toxische wereld. Die EPA, die hier staat, staat voor de US Environmental Protection Agency. En dan zeg je, ja, wat moeten we ermee? Nou, dit heeft vorig jaar gespeeld in Brussel. Daar hadden ze een limiet van 3 volt per meter. En voor UMTS, ja, dat drukken ze daar in volt per meter, kan je het ook uitdrukken. Tegen 60 hier. Dat scheelt een factor 20, maar in stralingsintensiteit een factor 400. En in Brussel konden ze geen 4G uitrollen. Want die limiet was te laag. Dus wat is er gebeurd? Ze zijn gegaan van 3 volt per meter naar 6 volt per meter als veiligheidsnorm. Precies wat hier gesuggereerd is. Dat is een factor 2 in voltage. Dat betekent een factor 4 in stralingsintensiteit. En 4G is in Brussel uitgerold. Nou, je hebt het product van golflengte en frequentie is de lichtsnelheid. Dan heb je een golflengte bij 1 gigahertz van 30 centimeter. En 2 gigahertz 15 centimeter. Als je dan een antenne hebt, die zendt een elektrisch veld uit. En dat bestaat in feite niet uit losse fotonen, zoals met zichtbaar licht en röntgenfotonen, maar uit miljarden maal miljarden fotonen die allemaal met dezelfde fase worden uitgezonden. En je praat dan, en daarom praat ik over elektromagnetische velden. Dat is een veld wat je enorm sterk kan maken. Als die antennes dik zijn, kan je ze zo sterk maken tot de limiet dat die antenne gaat smelten. En het verschil is dus hetzelfde. Een röntgenfotoon kan moleculaire binding verbreken. En dan ga ik dat vergelijken. Een moleculaire binding met een brug. Een röntgenfotoon is zo energetisch, je maakt die moleculaire binding kapot. De brug, het foton ermee, röntgenfoton ermee vergeleken, is een wolkenkrabber die je op de brug zet. Knalt in één keer in elkaar. Hoe zit het nu met een radiofrequent foton? Dat is gelijk aan één persoon op de brug. Maar er zit niet één persoon. Je hebt de hele brug staat vol met mensen. Die allemaal, zijn soldaten, in de pas over de brug lopen. En de meeste van jullie hebben wel gehoord, dan kan je resonanties krijgen en dan kan die brug instorten. Röntgenfotonen maken dingen kapot. Maar wie zegt dat je moleculaire bindingen kapot te maken om een effect in ons lichaam teweeg te brengen? Dat is ook volslagen onzin. Kijk, als iemand die hooikoorts heeft en stuifmeel binnenkrijgt, begint geweldig te niezen, een enorme reactie. Of als je een mosselallergie hebt, een halve mossel, krijg je een enorme reactie. Medicijnen? Niets werkt van dat alles. Geen enkel medicijn, slangengif, wat je ook kunt noemen, niks werkt op het principe dat je moleculaire bindingen kapot moet maken. Dus het feit dat je zegt, het is natuurkundig onmogelijk, waar ik eerder over had, is in twee opzichten volslagen onzin, kolder. Ten eerste, je hebt niet met losse fotonen te maken, met een samenwerkende fotonen die een groot veld opbouwen. Ten tweede, je kan lichamelijke schade op heel andere manieren veroorzaken door processen in ons lichaam in de war te schoppen zonder direct dingen kapot te maken. En je hebt in de tijd een bekend iemand gehad, dokter Carlo. Die heeft uitstekend werk gedaan voor de tabaksindustrie. Door jarenlang te verkondigen dat het absoluut geen kwaad kon. En dat wetenschappelijk te bewijzen natuurlijk. Dus die was heel geschikt om door de... Ja, ik ben soms een beetje cynisch, sorry. Door de cellfoonindustrie is die ingehuurd om de safety of de producten te bestuderen. Nou, in het begin heeft hij dat goed gedaan. Heeft hij de boel een beetje zitten verzieken. Maar ergens onderweg is het misgegaan. En in 1998 heeft hij een brief geschreven naar de chairman van AT&T, dat is de grootste telefooncompany in Amerika op dat moment. Of die dat nu nog is, weet ik niet. En die was tegelijk CEO, Chief Executive Officer. En in die brief die op het net staat, kan je zo vinden, als je Carlo intypt en met een paar dingen erbij, dan staat er dat het gebruik van handheld phones, dus mobieltjes,
geeft aanleiding tot een hogere rate of death, dus een hoger aantal doden door kanker. En 1,5 maal, ja, ik had hier een punt moeten zetten in het Engels natuurlijk, 1,5 maal toename van acoustic neuroma, dus kanker aan de gehoorzenuw. En 2 maal more neuroepithelial, nou dat is een verzamelnaam voor neuronen en verbindingen daartussen in de hersens, meer tumoren. En een correlatie tussen de zijde van waar de hersentumoren het meest treden en de zijde waar men belde. Nou, die brief is niet helemaal goed gevallen en zijn fondsen zijn dus ook niet vernieuwd. En in feite is in 1998 zijn huis afgebrand. Of dat in verband ermee staat, is niet bekend. En het staat in een paar boeken, maar er staat niet bij, het is niet opgelost. Hij heeft er een beetje teruggeslagen en heeft een boek geschreven, Cellphones, Invisible Hazards in the Wireless Age. En dat heeft hij samen met Sram gedaan. En daar komen een paar interessante dingen in voor. Hij zegt concreet, die telefoontjes en de straling daarvan geven aanleiding tot DNA-schade, micronucleïvorming en bloed-hersenbarrière. Dat zijn drie hele belangrijke dingen waar ik nu nog niet op inga, maar ik kom straks terug in een meer uitgebreide lijst. Interessant is dat een telecommaatschappij, Swisscom, een Zwitserse telecomfirma, een patent heeft ingediend voor elektrosmogreductie voor draadloze communicatie. Dus dit is in de doofpot gestopt. Het patent hebben ze voor toekenning weer ingetrokken. Maar je kan het wel op net vinden. Dus het is gewoon een publiek domein, je kan het intypen. Ik heb straks enkele referenties waar je al die dingen kan terugvinden. In Nederland is ook onderzoek gedaan. In 2002 en het rapport in 2003 van TNO zijn 72 proefpersonen, waarvan 36 de helft elektrogevoelig, elektrosensitief, in een laboratorium 20 minuten bestraald met een antenne op 1,5 meter afstand erachter, met een intensiteit van 1/3600ste van de norm in Nederland. Dat leidde tot een verminderd welzijn, algemeen, ook van degenen die zeiden niet elektrogevoelig te zijn, een verandering van cognitieve prestaties, sommigen werden beter, sommigen werden slechter. Degene die dat geleid heeft, heeft geweldig op zijn donder gekregen, want deze resultaten waren niet gewenst. Heeft problemen gekregen, tijdelijk. Dus er is besloten een vervolgonderzoek. COFAM 2 heette dat, een Zwitsers-Nederlands onderzoek, voor 30% betaald door Nederland, voor 30% betaald door Zwitserland en voor 40% betaald door de telecomindustrie. Ik weet niet of iemand dan al nattigheid gaat voelen, maar dat is zoiets van de bakker keurt zijn eigen brood. En het stond onder de leiding van de telecomindustrie. 128 proefpersonen, 37 elektrogevoelig, 45 minuten bestraald, langer, met een stralingsintensiteit van 1/36 van de norm. Achteraf denk je, hoe hebben ze ooit zo stom kunnen zijn? Maar goed, er waren in het artikel, peer-reviewed publicatie, die ook zo op het internet te vinden is, staat dat er 128 proefpersonen waren. In het artikel staat ook dat er 11 uitgevallen zijn, in een paar zinnen. 3 wegens non-compliance, dat betekent dat je niet helemaal aan de normen voldoet op een of andere manier. En 8 dropouts, dat is alles. Als je goed onderzoeker bent, ben je geïnteresseerd van, wat is aan de hand geweest? Nou, een Zwitserse zusterorganisatie, Gigahertz AG, heeft een oproep gedaan. 4 mensen van de 11 hebben zich gemeld. 1 durfde niks te zeggen en 3 hebben verteld dat ze ernstig onwel geworden zijn. Maar in de samenvatting van het artikel staat dat er 117 proefpersonen waren en dat er geen effect gemeten is. En de toenmalige secretaris van het kennisplatform EMG zei, ja, dat was het protocol. Nou ja, het is natuurlijk volmaakt idioot. Maar Van Geel heeft toen een conclusie getrokken, die was staatssecretaris, op grond van dit onderzoek, dat UMTS dus ook veilig was op lange termijn. Dus je stelt je voor, je gaat onderzoeken of roken gevaarlijk is. Je zet mensen 3 kwartier in een kamer waar fors gerookt wordt. De mensen die weglopen omdat ze niet volhouden, die tellen niet meer mee. Want je moet wel tot het eind toe aan het onderzoek meedoen. En degenen die blijven, nou ja, ze hebben wel misschien een beetje gekucht, maar
Nee, toch eigenlijk geen effect. Dus de conclusie is dat roken is op de lange duur veilig. Het is bijna ongelooflijk, maar het is echt zo gegaan. Rechtskundig bureau BAWA, ik geloof in Haaksbergen, maar die werkt op dit gebied, heeft gevraagd tot openbaarmaking van alle meetresultaten en de protocollen van Zwitsers onderzoek. Maar dat was een probleem. Zwitserland zit niet in de Europese Unie. Als het in de Europese Unie had gezeten, had het met de wet, beroep op de wet van openbaar bestuur, alles moeten geven. Maar Zwitserland hoeft dat niet. En Zwitserland heeft de resultaten nooit gegeven. Ondanks meerdere verzoeken van meerdere kanten. Ja, dus het is geleid door de telecomindustrie. De conclusies zijn getrokken. Terwijl niemand het kon controleren. Er is ook een Zembla-uitzending in 2004. Waar de toenmalige bazen van KPN en Telecom hebben gezegd, dus vooruitlopend op wat er zou gebeuren. Ja, we hebben nu wel 6 miljard geïnvesteerd. En dat was toen nog in guldens, dat was iets eerder. Maar als de regering, de overheid nu lastig gaat worden met zeggen dat het gevaarlijk is, dan willen we wel die 6 miljard terug hebben. En ook die 6 miljard die we verder geïnvesteerd hebben. Dus er zit iets achter. Er wordt enorm aan verdiend. En ik weet niet of u gisteravond naar de televisie hebt gekeken. Dat was Terlouw. En die vertelde, het kapitaal bepaalt. Ja? Nou, wat is het kapitaal? Ik heb ergens gelezen dat de telecomindustrie 3 keer zo machtig is als de farmaceutische industrie. En die komt niet altijd even lief in het nieuws ook. En dan heb ik hier wat laten zien. Dr. Leer is in feite professor. Hij is nu met pensioen ondertussen. Die heeft een aantal jaren geleden een vergelijking gemaakt van wat het resultaat is van schadelijke effecten. Als je industry-funded studies heeft, dan vind je relatief weinig schadelijk effect, maar toch nog steeds. En non-industry studies. En ja, het is ook logisch. Stel je voor, wat voor industrie? Als je bij de farmaceutische industrie werkt en je vindt dat bepaalde pillen die succesvol zijn in de markt, nare bijproducten, bijverschijnselen geven, bij weinig mensen, dan zal het niet in dank afgenomen worden als je dat publiekelijk maakt. Wordt je gewoon verboden. Hier in deze industrie is het net zo. En in feite is het zo, maar nu loop ik even vooruit, dat er in de Verenigde Staten geen fondsen meer verstrekt worden voor onderzoek op dit gebied aan mensen, serieuze onderzoek. Gewoon alle fondsen zijn opgedroogd. En waarom? Alle trucs die je kan uithalen om geen effect te meten zijn bekend. Dus als je iets doet met niet gepulste straling of zeer ongevoelige cellen, worden onmiddellijk neergesabeld. En als je schadelijke effecten laat zien, krijg je geen fondsen meer. Dus dit is een heel onaantrekkelijk vakgebied. Dan een ander onderzoek. Naila, dat is een dorpje in Saarland. En daar is in eind 1993 een zendmast in het midden van deze rode cirkel geplaatst. En 5 artsen hebben met elkaar afgesproken te gaan turven hoeveel nieuwe kankergevallen er kwamen binnen een cirkel van 400 meter, sorry. En hoeveel tussen 400 en 800 meter. Nou, de eerste 5 jaar waren weinig spectaculair, gebeurde niet zoveel. De tweede 5 jaar kreeg je dit. Dat gemiddeld in Saarland het aantal per 5000 patiënten was in heel Saarland dat. Totaal over beide gebieden dit. Maar binnen de 400 meter was dat aantal en daarbuiten tussen 400 en 800 dat. Dat wil zeggen 3 keer zoveel kankergevallen procentueel binnen de straal als daarbuiten. En de gemiddelde leeftijd van deze kankerpatiënten was 8 jaar jonger. Soortgelijk onderzoek is gedaan in Israël door de gebroeders Wolf. Er was de straal 350 meter en de binnenstraal vonden 4 keer zoveel kankergevallen. En heel uitvoerig is dit gedaan in Belo Horizonte in Brazilië. Er zijn 2 kaarten. 1 kaart is van de zendmasten. Een tweede kaart van de kankergevallen. En die kaarten overlappen elkaar volledig. Yale is een van de vooraanstaande universiteiten. Daar heeft professor Taylor met een aantal medewerkers
twee groepen zwangere muizen genomen, in twee hokjes gezet. Boven beide hokjes mobiele telefoon. De ene was 8 uur per dag aan, de andere niet. En toen gekeken hoe de pasgeboren muizen zich ontwikkelden. Wat bleek is dat de muizen die vanaf voor de geboorte bestraald waren, dat die angstiger waren, zich minder snel ontwikkelden. En ontwikkelen is dan leren lopen in een tredmolen en dat soort trucjes. En vervolgens ontdekten ze later, een proef die je niet bij mensen kan uithalen, dat de frontale hersenkwap minder ontwikkeld was. En dat ze dus, wat gesteld werd in publicatie, dus in Nature, dus de duurste tijdschrift wat er is, dat ze ADHD-achtige verschijnselen hadden. Dat is een heel interessante proef. Wat een indicatie geeft in de richting van ADHD, wat ook aangeboren is, maar wederom de verschijnselen kunnen komen en versterkt worden door de straling, wat geconcludeerd werd. In ieder geval bij muizen. Bij mensen heb je dus heel veel proeven met elektrodes op de hersenen, maar China Academy in 2013 heeft het wat duurder gedaan. 30 minuten mensen met 4G bestraald en van tevoren zonder bestraling en met bestraling een MRI-scan gemaakt. Maar dan zie je duidelijk een veranderende activiteit in de hersenen, wat aangeeft dat die 4G-straling een invloed heeft op de hersenen. Dan ga ik even verder in die historie. 2008 heeft het Russische, een officieel National Committee for Non-Ionizing Radiation Protection, een verklaring uitgegeven dat bij gebruik van mobiele telefoons, en je ziet het staan, dat het potentiële risico voor kinderen erg groot is en niet veel lager dan voor dat van tabak en alcohol voor kinderen. Dan heb ik nog even de normen. De Nederlandse norm is die van het International Committee. En dan heb je ook een SBM-norm, die heb ik ook al, die was er net van de dia afgevallen. Dat is de standaard de bouwbiologische mesttechniek. Dat is van bouwbiologen in samenwerking met artsen, omweldartsen vooral in Duitsland en artsen in Oostenrijk. En dat zijn officiële artsen in Oostenrijk, die een norm hebben vastgesteld van wat je buiten eigenlijk zou moeten toestaan. Nou, dat is dus een factor 1 miljoen onder de Nederlandse norm. En dat betekent in feite dat hier in Nederland alleen opwarming als schadelijk wordt gezien. Ja, er zijn wel biologische effecten, maar er is niet bewezen dat het schadelijk is, zeggen ze. In Rusland, China en een aantal andere landen worden biologische effecten tot op zekere hoogte meegenomen. En de standaard in bouwbiologische mesttechniek, dat is dat ook ervaringen van mensen een hele belangrijke rol spelen. Interessant is altijd wat verzekeringsmaatschappijen ervan denken. Er is een rapport van HUVA, dus de Oostenrijkse verzekeringsmaatschappij, die eigen onderzoek door de Universiteit van Wenen heeft laten verrichten, en Lloyds, die een eigen literatuuronderzoek. Nou, heel duidelijk de conclusie, risico's verbonden aan het verzekeren zijn te groot, dergelijke schade is onverzekerbaar, vergelijken met asbest. De vergelijking houdt in dat als je gaat erkennen dat het schadelijk is, dat de schadeclaims loskomen. En niet zo'n klein beetje ook. Dus het wordt in feite door geen enkele verzekeringsmaatschappij ter wereld kan je schade hiertegen verzekeren. Er zijn ondertussen rechtszaken geweest in Italië. Iemand met een tumor in zijn hoofd, die heeft gelijk gekregen tot aan de Hoge Raad dat die tumor veroorzaakt is door straling. Australië, iemand met vele klachten, was geen kanker, maar een aantal van de andere klachten die ik genoemd heb. Israël is een schikking getroffen, heeft iemand $100.000 gekregen om niet verder te protesteren. Duitsland, afgelopen jaar of begin dit jaar, dat weet ik niet, een radartechnicus na 17 jaar procederen. Brazilië, een zendmachttechnicus, die was achter in de 30 en die had kanker. Hij heeft gelijk gekregen, leeft nog, maar drie van zijn collega's van eind 30, begin 40, waren alle drie overleden. Frankrijk, iemand recent met heel veel klachten. En wat leuk is, bij de papieren uit Italië, van de Hoge Raad, en wat ingediend is, heb ik dit leuke stukje tekst. De Supreme Court, dat is van Italië, states that the radio frequency emissions above 6 volt per meter represent the crime of dangerous launching punishable by Article 13 of the Italian Penal Code. Dat betekent 6 volt per meter is een factor 10 onder de Nederlandse norm. In stralingsintensiteit een factor 100. Dat betekent dat als je in Nederland een factor 10 onder de norm gaat zitten,
Nou, factor 10 onder normen is het volkomen veilig. In Italië een factor 10 boven de Italiaanse norm, dezelfde stralingsintensiteit, bij strafbaar volgens de strafwet. Oké, de Raad van Europa. De Raad van Europa is dus 47 landen en het Europees Parlement is geloof ik toen misschien 28 of 27 op dat moment. Het is groter, hè? Er zitten Oostbloklanden bij. Nou, die pleiten voor stralingsreductie, bescherming van elektro-hypersensitieve personen en creatie van stralingsvrije gebieden. De IARC, dat is onderdeel van de WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, de World Health Organization, heeft straling van mobieltjes, net als 10 jaar eerder van laagfrequent velden, ingedeeld al in klasse 2b, dezelfde klasse als geloorde benzine, DDT, chloroform, andere chemische stoffen en zoals eerder vermelden, wat de andere partij altijd als eerste vermeldt, koffie. Ik moet altijd een beetje lachen, we hebben een verschillende volgorde van het vermelden, maar oké. 10 van de auteurs van deze groep hebben namelijk namens IARC geschreven dat kinderen een extra risico lopen in verband met de dunnere schedel, de kleinere herseninhoud, het iets andere vochtgehalte, dat je dus meer absorptie krijgt. En nu eventjes de reactie van de Gezondheidsraad in Nederland. Die zeggen, nou, de resultaten van de IARC zijn niet overtuigend. Ze hebben een eigen rapport geschreven. En daarbij hebben ze een ander onderzoek meegenomen, wat door de IARC-WHO als niet relevant terzijde is geschoven. Namelijk een Deens onderzoek, waar vrijwel de hele Deense bevolking bij betrokken is. En wat ze hebben gezegd is, iedereen die een mobieltje had voor 1996 wordt beschouwd als een mobiele beller. Iedereen die daarna had, wordt ingedeeld als niet beller. En vervolgens hebben we gezegd, ja, er zijn ook nog mensen die via hun bedrijf bellen, maar die zijn niet geregistreerd, dus die worden ingedeeld als niet bellers. En vervolgens hebben we naar de statistieken gekeken of er verschil was tussen bellers en niet bellers. Van geen enkel van die personen wist dus het belgedrag. En de conclusie was, er is geen effect. En dat heeft de Nederlandse Gezondheidsraad gezegd. Dit is het onderzoek waar we het meeste gewicht aan geven. Nou, het is volslagen idioot om, als je van geen enkele beller het belgedrag weet, als je van de mensen die het meest frequent bellen, de zakelijke bellers, die vanwege hun werk een telefoontje krijgen, als je die indeelt bij niet-bellers, wat gebeurd is, wat notabene ook in het rapport staat van die Gezondheidsraad uit 2013, ja, dan ben je dus eigenlijk, dan kan je zeggen, dit is vergelijkbaar met het Koopfam-rapport, het Zwitserse-Nederlandse rapport uit 2006. Dit is gewoon puur bedrog. Bovendien zegt de Gezondheidsraad, er is geen indicatie, de Nederlandse, dat kinderen een extra gevaar lopen. Nou, dit zijn modelberekeningen die op grond van kennis van dus de samenstelling van het hoofd in redelijke mate, van het vochtgehalte, op grond van kennis van de dikte van de schedel, de grootte van het hoofd, wat je allemaal weet, klinkt allemaal uiterst plausibel. En de specialisten, 30 specialisten van de IARC zijn tot de conclusie gekomen dat kinderen extra risico lopen. Eerder hadden de Russen dat al in 2008 gedaan, op precies dezelfde gronden. De Nederlandse Gezondheidsraad zegt, er zijn geen indicaties dat kinderen extra gevaar lopen. Hier wat dingen uit andere landen. Dat in India was eigenlijk wel leuk. In het najaar van 2011, november, heeft het Hoge Rechtshof van Rajasthan, een deelstaat van India, maar het is niet zomaar een deelstaat, het is groter dan Italië en heeft vrijwel net zoveel inwoners. Die heeft geboden om alle zendmasten bij scholen, ziekenhuizen en speelvelden binnen 500 meter te verwijderen binnen 2 maanden. Nou, kennen wij iemand in Rajasthan. En binnen 2 weken waren ze al bezig zendmasten te verwijderen. In Israël een verbod van wifi in kleuterklassen. Beperking wifi voor kleiner dan 9 jaar. Frankrijk is in de jaren 2010 constant wetten en voorstellen van wetten heen en weer zijn gegaan tussen de Assemblée Nationale, dat is onze Tweede Kamer, en de Senaat. Waarbij dit de resultaten zijn. Mag geen reclame maken voor mobieltjes voor kinderen kleiner dan 14. In Nederland maakt de KPN reclame voor peuters die met een smartphone werken.
Wifi-verbod in crèches, hier niks. Verplichting wifi uit te schakelen in basisscholen als niet, wanneer niet in gebruik voor educatieve doeleinden. Dat is Frankrijk. België, 2014, verkoop van mobieltjes voor kinderen minder dan 7 jaar verboden. Mobieltjes speciaal gemaakt voor kinderen dus. En de SAR-waarde, dus eigenlijk hoeveel die straalt in een bepaalde waarde, dient bij verkoop van mobieltjes vermeld te worden. Gezondheidswaarschuwing dient toegevoegd te worden. Dus bij elk mobieltje wat je in België koopt, moet er gezondheidswaarschuwing zitten. En dan verder heb ik alles maar op een hoop gegooid. In de jaren 2012 tot 2016, de landen en gebieden waar maatregelen getroffen en of geadviseerd zijn ter bescherming van burgers. Rusland, dus ook weer strenge maatregelen. Oostenrijk, richtlijnen voor het bouwen van zenders naast dus die artsen. Door artsen, werkgevers en werknemersorganisatie met strenge limieten. Zwitserland een beetje zwak. Chili, de Leiden Torres, de wet van de Torens. Met beperking van stralingsintensiteit en inspraak van burgers. Canada is momenteel wetten in behandeling. Taiwan gaat over het verwijderen van zendmasten. Zuid-Tirol op scholen in Italië. Alles bedraad, wifi eruit. Berkeley, waarschuwing bij elke verkochte telefoon. Dat je ze niet op het lijf moet dragen. Dat je dan dingen overschrijdt, de veiligheidsnormen en SAR-waarden. Cyprus, een videofilm van minder dan 5 minuten, iets minder. Volledige erkenning, je kan er kanker van krijgen. En die hele reeks klachten, volledig als vast voor vaststaand feit in de video, dat dat allemaal kan optreden. Speciaal een waarschuwing voor kinderen. Het is een overheidsfilm. Filipijnen ging om zendmasten, Tarragona in Spanje. Erkenning van EHS, dat is een gebied dus. EHS, MCS, chronisch vermoeidheidssyndroom, op één hoop gegooid. Dat ze mensen een life-saving project, zoals ze dat noemen, maar dan in Spaans, op willen zetten. Duitsland heel bescheiden dat je met handys voorzichtig moet zijn. Dat is van een paar weken geleden tot een maand geleden. Argentinië, wetgeving die af 2010 loopt, voorgesteld nu in een ver stadium. Dat op alle scholen en in alle ziekenhuizen alle verbindingen bedraad moeten worden. Dus geen wifi wordt verboden. Carinthië maatregelen. HiFi is vers van de naald. Kreeg ik gisteren een mailtje binnen. Haifa is de derde stad van Israël. Dat de burgemeester samen met de, dus deze week besloten, met het hoofd van het Education Department besloten heeft dat alle wifi uit scholen verwijderd moet worden en vervangen moet worden door draadloze verbindingen. Nou goed, we hebben daar is iemand die contacten met Israël heeft en dat weet hij niet, ik heb zijn e-mailadres van Israël ook gebruikt. En ondertussen, gisteren ben ik hem weer aan mailen geweest. En ik heb van hier eens ook mailtjes gekregen over de situatie. Dat heeft een lichtelijke ontploffing gegeven in Israël. Andere steden doen hetzelfde, er komt oppositie. En dat vervolg zijn we zeer in geïnteresseerd. Maar er gebeurt dus overal op de wereld gebeurt wat. En overal in de wereld is er strijd gaande. Hetgeen gezien kan worden als een indicatie dat er wel degelijk wat aan de hand is. Conclusies over dit stuk is: er zijn schadelijke biologische effecten en klachten op korte en lange termijn, veroorzaakt door de draadloze communicatie nu en al ben ik er niet op ingegaan, ook door lage kunstvelden. De Nederlandse normen zijn onveilig. Nederland loopt achter bij andere landen wat betreft het nemen van voorzorgsmaatregelen en voorlichten. En dan, het kon verstandig zijn zelf voorzorgsmaatregelen te nemen. Daar kom ik zo op terug. De commissie EMV van de Gezondheidsraad zegt, het belangrijkste argument is van hen is geen wetenschappelijk bewijs dat niet-thermische biologische effecten veroorzaakt door EMV schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Maar ze sluiten niet uit dat die schadelijkheid in de toekomst aangetoond kan worden. Ervaringen van personen worden als niet-wetenschappelijk terzijde geschoven. De duizenden publicaties van mogelijke schadelijke effecten zeggen ze, ja, dat is geen bewijs. Het zijn er wel effecten die mogelijk schadelijk zijn, maar er is geen bewijs dat ze echt schadelijk zijn. Ze worden genegeerd of in discrediet gebracht. En ze lichten niet voor. Als je vraagt waarom, nou dat zal maar angstgevoelens opwekken. Ondertussen betekent het wel dat heel veel mensen ziek zijn zonder te weten waar het vandaan komt. Vanwege de delay in eerste bestraling. Bij mij, ik ben een paar jaar onnodig ziek geweest. Maar er zijn twee gezinnen, die allebei gezinnen naar de knoppen zijn eigenlijk. Die pas na 13 jaar erachter kwamen dat de zendmasten tegenover het huis en om de hoek de oorzaak waren.
Wat voor rol heeft het wetenschappelijk bewijs in de historie gespeeld? Nou, preventief inenten werd door een zekere dokter Jenner in 1796 gedaan, 100 jaar voor virussen ontdekt werden. Dus het wetenschappelijk bewijs dat het zou werken is 100 jaar nadat het voor het eerst gedaan werd. En ondertussen was het gemeengoed. En dat kwam, hij had gezien dat melkmeisjes in het algemeen geen pokken kregen. Die hadden de koepok, is veel minder erg. Hij ging inenten met een koepokvirus. Hij wist niet wat hij aan het doen was precies, maar het hielp. Kraamvrouwenkoorts, Semmelweis, dat je antiseptisch moest werken, 40 jaar voor de bacteriën ontdekt werden. Cholera, ook ongeveer 40 jaar voor dat röntgenstraling, werd in 1895 ontdekt door William Conrad Röntgen. En 5 jaar later werd het heel veel gebruikt, ook door artsen. Prachtig, je kon alle botstructuren, je kon alles zien. Maar die doses waren nogal hoog. Er traden misvormingen op, ledematen banden weg. En toen heeft men de conclusie getrokken. Ja, dat kan toch wel eens de oorzaak zijn. Heftige protesten onder de medici. Dat was zo'n mooi ding. Maar het werd toch, de gevolgen waren zodanig ernstig dat het redelijk vlot geaccepteerd is. Hoewel Madame Curie ergens in 1937 overleden is aan de overdosis. Maar dat was radioactieve straling, maar dat is een broertje ervan. Softenon idem dito, eerst misvormingen, pas later de wetenschappelijke verklaring. Desamon, eerst allerlei effecten, wetenschappelijk pas later. Roken, 50 jaar, artsen, want roken voor de televisie, volkomen veilig, specialisten. Nee, eerst moet het misgaan. Asbest, eerst is het helemaal misgegaan, voor het erkend wordt. Koekoorts heeft een paar jaar vertraging gehad. En dan iets uit mijn eigen vakgebied. Wat is een wetenschappelijk bewijs? Als je zegt dat je in één artikel het bewijs wil leveren dat iets schadelijk is, dan is dat alleen mogelijk in de wiskunde. En de logica, onderdeel van de wiskunde. Quantummechanica, natuurkunde, is heel exact. Dat is een wiskundige theorie. In het begin heel veel oppositie. Maar in de loop der jaren zijn de voorspellingen van de quantummechanica stap voor stap steeds bevestigd. En men heeft het geaccepteerd dat het zo is. Algemene relativiteitstheorie, dat is de enige waar nooit een Nobelprijs voor is uitgereikt. Einstein heeft die niet gekregen. Was veel te controversieel. Maar in de loop der jaren zijn alle voorspellingen bevestigd. Uiteindelijk is het geaccepteerd. Maar je kan niet in één enkel artikel bewijzen dat het geldig is. En met de tabaksindustrie is het zo, er is een artikel. Ik heb er zelf één artikel samen met de twee collega's waarmee ik uit het klankbord ben geschreven, één zelf, over speciaal wetenschappelijk bewijs en overheidsbeleid, dat zijn deze dingen. En in een stuk op de WHO-site staat deze mooie volgend: een demand for scientific proof is always a formula for inaction and delay. And usually the first reaction of the guilty. In fact, scientific proof has never been, is not, and should not be the basis for political and legal action. Nou, en dat is inderdaad de drogreden die altijd voor elk onderwerp van stal wordt gehaald. Er is geen wetenschappelijk bewijs. En de indicaties in de richting van de wetenschappelijk bewijs, ja, is niet statistisch significant of methodologisch niet goed, of dit of dat, is altijd precies dezelfde argumenten. Wat kan je zelf doen? Even kort gaan we er doorheen. Je kan DECTS, dat zijn de snoerloze huistelefoons, wifi's, BU-phones, die 24 uur per dag stralen, de meeste verwijderen en vervangen door bedraden verbindingen. Bij mij is niets in huis wat gestraald. En we hebben 3 computers, 4 telefoons, allemaal aan draadjes. Tweede keus, EcoDECTS, de EcoMode Plus. Basisstation straalt alleen bij gebruik. EcoWifi, 95% stralingsreductie. In Nederland ontwikkeld door een van de collega's. Een eco-babyfoon die pas begint te stralen als de baby huilt. En niet eentje die op 20 centimeter van het hoofd zet en die 24 uur per dag aan het stralen is. De meeste mensen weten dat niet. Dan zo weinig mogelijk mobiel bellen, logisch, afschermen. Afscherming kan in huis. Of delen. Er zijn mensen die 1 kamer in hun huis hebben afgeschermd. In één geval weet ik, die vrouw die kan nauwelijks die camera uit. Die heeft de band om voor haar te zorgen. Je kan het met folie doen, verven met vitrage. Dus vitrage zit dan zilverdraad in, 3%.
iets anders. Voeding en beweging helpt voor andere dingen. Maar hier ook toch om de effecten te verminderen. Gezond leven. Ontgiften en toxische stoffen verwijderen. Amalgaan, kwik uit je mond. En dan iets algemeen over de waarheid van Schopenhauer. Die zegt, elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Het is dus belachelijk dat straling iets kan doen, zoals u begrijpt. En dat veld iets kunnen doen. Vervolgens hevig bestreden. In dat stadium zitten we nu. En tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen. Dat is zo geweest met de röntgenstraling, is geweest bij kraamvrouwenkoorts, bij antiseptisch werken, is zo geweest bij roken. Uiteindelijk wordt het aangenomen. Eerst van Schopenhauer. Dan nog iets van George Orwell. En tot slot, het allerlaatste horrorscenario voor veel Amerikanen buiten flats die aan de andere kant van de muur wonen. Allemaal stralende smart meters die een hogere intensiteit geven tezamen dan alle andere stralingsbanden. De mensen die dood en doodziek worden, weggaan, niet meer in hun woning kunnen leven. Omdat die dingen daar continu stralen, is in Nederland niet zo. Hier stralen ze met een veel en veel lagere frequentie. Maar oké, okay, en dat is de laatste slide. Met excuus dat je zo lang hebt doorgepraat. Ik hoop toch dat het interessant was. Dank aan de spreker, Lena Priens.